Oké, beste kijkers. Speciale video vandaag. Heel eventjes na Mario Galaxy. Dit is de eerste keer dat ik het doe. Dus misschien een beetje raar. Dit is een shout-out video voor een van de mensen waar ik best wel de laatste tijd heel erg veel mee opneem. En ja, zoals jullie zien, ik zit helemaal met mijn oranje tune. Ik ben al klaar voor vandaag natuurlijk. En buiten dat, ik wil het vandaag eventjes hebben over de Tuilen van de Tuilen Gaming. Ik maak heel erg veel video's samen met hem. Vaak zit ik ook op zijn kanaal. Hij komt ook vaak op mijn kanaal. En ja, ik wil toch wel heel eventjes een speciale shout-out. Ja, ik doe dit, maar het is echt een shout-out, tenminste zover dat ik weet. Naar de Tuilen, zeg maar. Ja, doen, omdat hij maakt ook, net zoals ik, hele gave video's. En wat ik zeker ook wil melden is, ja, ik heb zelf altijd de regel, zeg maar, van een, als er een spel nieuw is, dat er het eerste jaar, zeg maar, niet video's daarop komen in verband met spoiler waarschuwingen en noem maar op. Nou, maakt de Tuilen, zeg maar, video's met Mario Kart 8 en daar kom ik binnenkort ook in voor. En die video's zijn ook hartstikke leuk geworden en ja, ik wil jullie toch een beetje daarvan delen. Want de Tuilen, verder buiten dat Mario Kart 8 en buiten de video's waar ik natuurlijk zelf ook heb verschijnen, maakt hij ook geweldige video's waar je zeker om kan lachen. Dus daarom eventjes deze hele korte shout-out video naar de Tuilen, omdat ja, hij maakt gewoon echt geweldige video's. Echt duim omhoog daarvoor, want ik spreek hem heel erg vaak op Skype en dan is hij zo enthousiast bezig. Afgelopen dag heeft hij een opnamesessie gehad van 4 opnames of zo, waarvan ik bij 3 ben geweest zelfs. Speciaal ook met de fans en met zijn intro, outro, noem het maar op. Hij maakt er echt zoveel geweldige video's van. En ja, ik denk toch om in plaats van op het einde van een video bij Minecraft alleen maar een omtreksel te hebben, om toch heel eventjes ja, een speciaal videootje speciaal voor de Tuilen te maken. Dus ja, jullie kunnen ergens hier, weet ik voorwaar, op klikken om rechtstreeks naar zijn kanaal te gaan. En ja, misschien willen jullie daar ook support tonen door daar ook op te subscriben als het eventueel mogelijk is. Als je daar de tijd hebt natuurlijk en alles. Want ik moet zeggen, ik vind het echt heel erg leuk om zijn video's ook te kijken. En hij heeft dus echt een variatie van let's plays. Nou ja, let's plays, video's. Het zijn meer video's als let's plays. Bijvoorbeeld over de Minecraft. Hij heeft een eigen server genaamd Towel Town en daar maakt hij dan heel vaak video's over. Dat staat dan ook helemaal in de term van WK. Wij hebben toen die challenge gehad dat ik de Impossible Quiz moest doen en dat hij een Unfair Mario ging doen. Hij heeft ook, zeg maar, video's van, ja, zoals ik al zei, Mario Kart 8 heeft hij dan. Soms heeft hij ook van de survival spellen waar ik zelfs nog nooit van gehoord heb, die ik toch wel interessant vind om te kijken. Dus hij maakt echt heel erg veel video's en hij is behoorlijk enthousiast erover om die video's te maken. Steekt er ook heel erg veel tijd in. En ja, ik wil toch proberen een beetje te helpen om zijn kanaal te laten groeien. Dus ja, vandaar deze shout-out video. Ik hoop dat ik jullie een beetje kan overtuigen, zeg maar, om ook bij dat kanaal, zeg maar, ja, support te tonen als je daar natuurlijk zin en tijd voor hebt. Ik verplicht natuurlijk helemaal niks. Mijn eigen ervaring zelf is meer van, ik had nooit gedacht dat ik in een community, zeg maar, zou komen met meerdere YouTubers. Dat echt zo gezellig zou worden. Want ik zit dus samen in een community, samen dan met ja, de Tuilen, Wilco, waar dus heel deze shout-out over gaat. Ik werk samen met Alex, die maakt geweldige animaties, zoals jullie al een paar keer hebben gehoord. Samen met Dutch Gaming Nation, die heel erg vaak bij Minecraft dan meedoet en die heel erg vaak feedback meegeeft. Tommy natuurlijk, die ook heel erg goed meedoet met Minecraft video's. Dus ja, dat is even deze hebben we al gehad. Ik denk het nog maar een keer. Dus ik had nooit verwacht dat ik echt in zo'n community zou komen. En natuurlijk, ik, via de Tuilen heb ik ook weer meerdere mensen ontmoet, zoals Dario Games, of Dario Gamer geloof ik dat hij heet op YouTube. Samen met GKA Games, dat is dan van Koen, dat is een vriend van hem, die ik ook zo heb leren kennen. Dus ik vind het echt heel erg gaaf om in zo'n community te zitten. En natuurlijk hoop ik ook bij meerdere let's players gezellig een keertje een voice-over te kunnen doen. Of weet ik wel wat, maar dat is allemaal in de toekomst, dat zien we natuurlijk wel allemaal. Dus ja, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Laat een reactie achter wat je van het idee vindt. En ja, hopelijk supporten jullie de Tuilen, zeg maar, mee om ook, zeg maar, wat meer subscribers te krijgen en hem gemotiveerd te houden voor de gave video's die hij maakt. En een hele kleine, ja, sneak preview.
Er komen heel erg veel video's zeg maar weer waar zelfs ja, ik ook in voorkom. Dus als je daar niks van wil missen, dan kun je natuurlijk ook altijd zeg maar kijken. Ik ga er nog vaker in voorkomen. Maar ik vind tot het meer om de touwde gaat dan om mij eigenlijk. Want ja, deze shout-out is meer bedoeld voor de touwde dan voor mij. Want ik ben al heel erg tevreden met de awesome support die ik van jullie krijg. Dus ik dank jullie voor, het, ja, voor jullie tijd om heel even naar dit korte videootje te kijken. En ja, ik hoop jullie natuurlijk te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. Ik wil even de naam kwijt. Ik moet zeggen, maar maakt niet uit. Dus ja, ik dank jullie in ieder geval voor het kijken. En ja, ik hoop jullie dan morgen te zien. En met dat zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk dat het vanavond leuk gaat worden met het EK voetbal. Voor de mensen die het later gaan kijken. Ik weet niet hoe het afloopt, dadelijk hebben we verloren en dan is het echt zo van ik ken het nou nog niet weten natuurlijk. Dus, maar goed, ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk morgen te zien. Dus ja, dat sluit ik maar af en blijf maar doorranten en dat schiet natuurlijk niet op. Dus ja, tot de volgende video. Dit was Play 20 en ja, misschien zien jullie terug bij het oude, misschien zien jullie terug bij een nieuwe video. Wie weet, dus bedankt voor het kijken. Doei!